Voor de uitleg van het periodieke verband maken we gebruik van La Grande Rouée, het reuzenrad in Walibi Holland. We kunnen het ronddraaien in het rad weergeven in een grafiek waarin we het verband laten zien tussen de hoogte in meters en de tijd in minuten. In de grafiek zien we het stijgen en dalen met gelijke snelheid terug. Dat de snelheid overal gelijk is, zien we terug in de ronde vorm van de grafiek bij het minimum en het maximum. Door het reuzenrad en de grafiek naast elkaar te zetten, laat ik zien welk punt in de grafiek overeenkomt met welke plaats in het reuzenrad. Het minimum is de laagste stand van de grafiek. Dit is de plek waar je instapt in het reuzenrad. Het maximum is de hoogste stand van de grafiek. In het reuzenrad zit je dan helemaal bovenin. Het hoogteverschil tussen het minimum en het maximum is de spreidingsbreedte. Dit is het verschil in hoogte tussen het instappen en het hoogste punt. Precies tussen het minimum en het maximum in ligt de evenwichtstand. Je zit dan qua hoogte exact halverwege het rad. De moeilijkste term is de amplitude. Dit is het verschil tussen de evenwichtstand en het maximum, maar ook het verschil tussen de evenwichtstand en het minimum. Een heel rondje in het reuzenrad noemen we een periode. In de grafiek kan je dit zien door van het hoogste naar het hoogste punt of van het laagste naar het volgende laagste punt te gaan. Ook van een willekeurig punt op de grafiek naar een volgend punt op de grafiek met dezelfde hoogte en dezelfde stijging of daling heet een periode. Het aantal keren dat een periode voorkomt in de tijdseenheid, bijvoorbeeld in een uur, is de frequentie. In dit geval is de frequentie 20 keer per uur. Het reuzenrad draait 20 keer per uur rond. We laten nog één keer alle getallen langskomen in de grafiek. Het minimum is 0. Het maximum is 45. De spreidingsbreedte is het maximum min het minimum is hier dus 45. De evenwichtstand is het gemiddelde van het maximum en het minimum, dus hier 22,5. De amplitude is het maximum min de evenwichtstand of de evenwichtstand min het minimum. In beide gevallen altijd hetzelfde antwoord, hier 22,5. De periode is de tijd tussen twee toppen, de tijd tussen twee minima of de tijd tussen twee identieke punten in een periode. Hier dus 3 minuten. De frequentie is hier 60 gedeeld door 3 en 3 is de tijd van 1 periode. Dus de frequentie is 20 keer per uur. Tot zover het periodieke verband aan de hand van La Grande Rouée in Walibi Holland.